hartelijk welkom. Ja. Hartelijk welkom hier bij het Dierenrijk. We zijn naar de dierentuin gegaan, maar voor dierentuinen moet je wel apart reserveren. We lopen nu heel even door een, zeg maar een soort wachtrij richting de ingang. En hier hebben ze natuurlijk verplichte looproutes opgemaakt. We gaan natuurlijk even kijken naar deze mooie dierentuin. Allereerst komen we hier bij de stokstaartjes uit. Ja, we zijn hier bij de kraaibeer hier. En in de kraaibeer blijft er ook een klein vosje. En die huppelt. Hallo beertje. Kijk, wauw. Ja, kijk. Maar er zijn er maar twee. Wat? Lekker aan het eten hier. Kom, ga met haar. Ja, kom maar nu. Zeker sla, mama, die beer eet sla. De beverrat. Die hebben oranje tanden, want zij poetsen tanden nooit. Daarom zijn ze oranje. Voor de rest wordt je natuurlijk gevraagd om hier een aantal regels in acht te houden. Anderhalve meter afstand houden. Voor andere gasten en medewerkers. Er zijn geen voederpresentaties en natuurlijk moet je contactloos betalen in dit park. En bovendien bij de horeca mag je maar één persoon natuurlijk betreden en afhalen. En er is binnen geen zitgelegenheid. En bij de toiletvoorzieningen aan de winkel is desinfectiegel aanwezig. Het hele park is rookvrij. En zijn we blij met de maatjes. De maatjes lezen van hun groepen, dames zijn de baas. Ja, en daarachterin zit namen ze ook allemaal. Wow. Hier zit een maatje van blijf. Ja. Ja. De volière zijn tijdelijk gesloten, maar je ziet ze toch al. Een hele groep flamingo's daar. Dit is dan de Fama Walibi. De kleine was heel klein geboren en moet daarna zelf in de buidel kruipen. Dat is Wallaby. De Fama Walibi. Die won heel veel. Je kan heel veel vinden in de afval. Ja, we zijn hier aangekomen bij de olifant en natuurlijk. Nou, we hebben hier ooit een keer gezien.
Op de olifant voorheen hadden ze toen waterplas waar ze in konden. En die zie je nu niet, helaas. En daarbij is het ook een of andere hertsoort. En als je wil weten hoe die olifantproef uitziet, dat zie je daar ook. En daar lopen we apen. We blijven ook even met apen. Er lopen er verschillende van rond. Ik weet alleen of je ze goed op de camera ziet. Anders helaas. Kijk, dat zijn nog kuikels. Ja. En het olifantgebied is best leuk. Ze delen dan ook het gebied met de apen en natuurlijk de hertachtige. Is dat er één voor te eten en dan denk ik kan ze dan nog daar twee. Ik vind dit zo leuk. En natuurlijk hebben deze olifant ook een kleinere bij zich. En je ziet hier, we blijven op eigenlijk helemaal door tot daar helemaal achter. Het is bijna niet goed op film te zetten. Het is gewoon ontzettend groot hier. En dit zullen dan de dames zijn. En daarachter wat we het net al eerst hadden, dat was natuurlijk het mannetje. En de jongen zat in afwachten of dat wat dat is. Dat is meestal de vraag. Dat je iets ziet. Hier aangekomen bij de Chinese muntjak. Ik zie daar even zo twee in de verblijf zitten. Het zijn kleine hertachtige. Heel vreemd. Hier een hoogspanningsmast in het verblijf. Ook hebben ze hier bordjes met verplichte looproutes. Dus je moet je houden aan de verplichte looprichting. Hier in het park is alles één richting. In deze afstand zie je dus eigenlijk de kleine olifant een stuk beter. Hij is ook lekker aan het grazen. Zo, dat moet je net zeggen, hè. Nee, we gaan deze kant op. Je ziet echt dat de olifanten goed verzorgd zijn hier. Tja, en nu nog even een klein stukje over COVID-19. Je moet die anderhalve meter moet je even in stand houden. Kinderen hoeven niet. Ik zag laatst ook een video van iemand uit Walibi. En die sprak over bij de kinderattracties over de anderhalve meter afstand. Maar dat is onzin. Er is helemaal geen anderhalve meter afstand bij kinderattracties. Want kinderattracties zijn dan bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. En daar is niks met COVID-19 mee van doen. We gaan verder hier in deze mooie dierentuin. Wat toch wel leuk gemaakt is. Maar alleen, ja, alles één richting. Dus hier en daar krijg je een opstopping. Oh, die herten, die wat hier dan zitten bij de olifanten. Dus het axishert en het edelhert wat hierin rondloopt. En ik weet sowieso dat we dus het axishert hebben gezien en niet het edelhert. Want de edelhert heeft namelijk stippen erop. Dus het is het axishert wat hier in dit verblijf staat en die wat ik meteen al gezien heb. En verderaf zie ik nog het edelhert langslopen, maar ja, dat is iets te ver af voor deze camera. Waarschijnlijk heb ik een klein foutje gezegd in mijn video. Het axishert heeft die stippen en het edelhert heeft dat niet. En volgens mij heb ik het net andersom gezegd. En die olifant doet dat zand over zich heen voor tegen ongedierte. Op verschillende plekken zijn kraampjes in het park aanwezig waar je iets kunt kopen, iets eten, kunt drinken. We hebben natuurlijk hier een mooie overdekte plek. En natuurlijk is bij die plek natuurlijk ook een kinderspeelplaatje waar de kinderen even rustig kunnen spelen. Toiletten zijn hier aanwezig en het afval wordt hier gescheiden door middel van plastic en restafval.
Ja, dan hebben we de wasbeer rond hier. Ja. Is dat een hondje, zie je dat? Ja, hè? Ja, een kruising tussen een wasbeer en een hond, dat lijkt me toch? Dat is een wasbeerhond. Kijk, een oog. Zie je dat? Dan kijkt hij ons aan. Kijk. Oh, dat gaat weer van die enge geluiden maken. Nou, dat is dan de wasbeerhond. Nou, hier zitten dan zangvogels in. Even kijken of we wat dichterbij kunnen kijken binnen. Het verblijf is tijdelijk hier afgesloten. Eigenlijk was het vorig jaar al te laat. Ook de olifantenstal is dicht, daar mag je ook niet binnen kijken nu. Maar we gaan door naar de volgende plek hier. Een dierrijk in Nune. Vanaf deze plek doen ze normaal de presentaties met de olifanten. Maar omdat er nu geen presentaties plaatsvinden, zal het hier voorlopig dus ook niks te zien zijn. Hier hebben ze een buit natuurlijk in de vorm van een olifant neergezet. Die best wel leuk uitgewerkt is. En natuurlijk hier speciaal voor de kinderen. Om weer wat leuks te doen. En ook hier nog een buit met olifant erop. En aan de andere zijde zo'nzelfde buit. Nou, dit is dan natuurlijk het terrein vandaag waar we ons bevinden. Het dierrijk. Je hebt verplichte loopgoedjes, zoals ik al eerder zei. Die staat daar aangegeven. En je hebt de kortere route naar de uitgang. Mocht je toch niet, mocht je toch eerder eruit willen, dan kun je dus daar de korte route doen. Dan zijn we aangekomen bij het verblijf van de zwijnen. En het verblijf hier loopt nog een extra rond, zie ik. De zwijnen zijn aan het scharrelen op dit moment. Ondertussen aankomen bij het verblijf van de rendieren. Maar ja, er zitten ook andere dieren in, zoals deze kalkoenen. Nu hoor je dus geluid maken. Ook daar loopt nog een rendier. Zo, daar heb je hier de kamelen. Ze blijven de kamelen hier. Die zijn nu bezig in de rij. De wintervacht kwijtraken. Nou, een kameel die kan tot wel 100 liter water drinken. En daar kan hij zo heel lang door de woestijn lopen. Zo kunnen we toch eindelijk het rendier wat van dichterbij bekijken. Dit toe en naar boven lopen is speciaal gemaakt voor de kinderen hier, dat ze boven een leuke looproute kunnen doen. En natuurlijk zijn er ook glijbanen hier, waar je van bovenaf kunt met de glijbaan naar beneden komen. Hij is compleet geïnteresseerd ook in de camera net. Ja, daar zit hij de mando.
op de eieren uit te broeden. Moet papa dicht maken? Overal deze bordjes door het hele park. Hier hebben ze de alpaca. En de andere nando's die wat nog rondlopen. Sommige mensen verwarren ze nogal eens met struisvogels, maar dit is echt de nando. En de alpaca hier. Hier nog mooie alpaca. Ze staan hier lekker in de schaduw. Heerlijk uit de zon. Mooi beschut. Hier dan het verblijf van de cavia's. Cavia's kun je heel erg tam maken, zodat je echt, echt uit je handen eten. Ik heb er vroeger een paar gehad. En hier dan de cavia. De cavia, dames en heren. Kijk, zie je, Lesje. Dit is ook het binnenverblijf van de cavia's. Waar de hele kleintjes zitten. Dus de jongen, die zit hier binnen. Maar ik weet niet of dat op video pakt. Dus we zullen zien of je wat ervan kunt zien. En hier zit dan een kip. Een best wel grote. Ook nu verschillende bijen hier in het park. Deze van een konijn hier. En dan nog zo een van een konijn. Ook hier nog iets voor de kinderen. Verschillende wippen. Dan kunnen ze een beetje wippen heen en weer. We zijn langzaam aangekomen bij de alpensteenbok. Zoals deze leeft natuurlijk in het alpengebied. Je hebt hier verschillende schaduwrijke plekken, wat best wel heerlijk is met het warm weer hier. Dus dat betekent ook zelf hier met het warm weer nog zeer goed te doen is. Het verblijf van de Eurasiatische lynx. Het is een roofdier, een klein roofdier is niet echt groot te noemen. Hij is waarschijnlijk ergens verscholen in de bosjes. Natuurlijk is hier midden de spuituin. En ik kan nog heel even kunnen ravotten. De tijgers liggen erachter, die liggen in de schaduw lekker te slapen. Die zijn heerlijk relaxed daar. Ze hebben ook een heerlijke schaduw en plekken waar ze op kunnen klimmen. En natuurlijk water waar ze kunnen drinken of kunnen zwemmen. De andere katachtige, de cheetah. Heb je deze gezien, Sander? Sander. Cheetah. Cheetah. Nou, de neushoorn. Natuurlijk zitten bij neushoorn niet alleen neushoorns. Maar dat hebben we twee andere dieren bij. Dat is de categorie zwijn. Ik ga even kijken welke dieren het precies zijn. En dan vertel ik jullie er nog wel een stukje over. In ieder geval, het neushoornverblijf. Ligt er wel mooi bij.
Nou, in dat verblijf zat dus de Indische neushoorn. En het vrattenzwijn hebben we gezien. En er zullen normaal ook twee andere dieren nog moeten zitten. Die heb ik niet kunnen zien helaas. Geen speakers, want normaal is hier ook een voederpresentatie in dit gebied. Ook hier zo lang als mogelijk nu, tijdens deze tijd. Geen presentaties, aangezien dat te veel mensen bij elkaar komen. Als je bang bent dat je elkaar veilig kunt passeren, dat is op sommige peetjes best wel lastig. Nou, natuurlijk is ook deze stal dicht vanwege de voorschriften van de RIVM. In de kuil spot ik nog een neushoorn. Maar die kan ik niet echt goed op de camera krijgen. En verderop nog een dier. Een hertachtige. En die neushoorn, het zal wat mannetje zijn. En die ligt in het water. Kijk of je zoiets kunt zien. En is dat werkt daar aan het water. Lekker af te koelen. Achter mij komt de trein langs hier. Twee soorten zitten hier dan. Dat is het zwijnshert. En natuurlijk de nijlgauw. En de nijlgauw die vechten vooral voor de vrouwtjes. En zwijnsherten leven meestal alleen. En ze komen soms samen op open plekken. Ook dit hebben ze nu compleet in de folie. Dat niemand daaraan gaat. Nou, ondertussen lopen we even langs het verblijf van de ijsbeer. En natuurlijk onder een vogelkooi door. De ijsberen die liggen aan de rechterkant. Maar ik kon ze net nog niet goed zien. Dus we gaan even deel deze vogelkooi hier. En dan zie je dadelijk de sneeuwuil. Ja, de sneeuwuil. Sneeuwuilen kunnen goed horen. En die kunnen precies inschatten waar ze natuurlijk muizen zo ook in de winter kunnen vangen. Wel een dikke. Is hij gepakt geweest of zo? Je loopt zo slecht. Of niet? Nee. Zal ik? Ja. En even weggooien. Ja,
Ja, ja. Leuk. Het zit ze met z'n dingen. Ja, die grote zitten. Aan de wandel. Maar die beestjebeer, dat is ook een ijsbeer. Ik heb echt een heel lang gekant beestjes om te gaan naar onder en dan gaan ze van boven. Dat is super vet, om een foto naar boven. Van die grote plagen. Nee, dat is een boek een graaf van kleed van zo'n stier in de eeuw. Ik heb het goed gezegd. Nu zijn ze niet opgeweerd. Ik heb maar wel niet. Een leeuw? Een leeuw als huisdier? En wat doet de leeuw eten dan? Nou, gaan we vogelrijk in. En hier moet je als gezin zijn, bij elkaar blijven. Een bite zit van de ooievaar. De pingen. Maar ik denk dat je het goed ziet, is het. De pingens. Mooi hè, die flamingo's. Europese flamingo's. Die maken een nest van modder. Mooi vogelgeluid. Heeft mijn haar goed nu? Ik hoor het hè. Hier? Ja, het leeuw verblijft hier. Als je dan nog dit omhangt, dan zit je in onze gezicht. Niet draai je allemaal op de pannen. De leeuwen. Dat is mooi. Ik vind het. Genieten. Wat
Ja, het was weer een verblijf. De Maltese voeren. Die zijn de voerautomaten weg. Daar in de ton ligt het gestreepte stinkdier. En hij leeft eigenlijk samen hetzelfde verblijf als de wasbeer. En loopt zelfs de wasbeer loopt los. Ja, daar loopt er een. De wasbeer. Dit is hier eigenlijk het apeneiland. Aan de andere kant, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden loop je dan langs de andere kant bij de apen langs. En daarachter zit er een. Even kijken of ik kort erbij kan komen. Precies daar tussen die twee bomen in. Zijn de apen aan het relaxen. En misschien zien we ze daar van de andere kant wel. Dat is maar de vraag. Het apeneiland. Een stukje van de kikkers. Zoals je wellicht kunt horen. Maar in ieder geval, de leeuwen liggen nog steeds gewoon op de grond. Er draait er eentje om daarachter. Het leeuwenverblijf. Kijk wat je hier eigenlijk voor een groen hebt, achter, met spijten op de achtergrond. Bij het gebied van de berberaap. Hey. Daar op de berg. De berberaap. We hebben hier een compleet gebied voor te klimmen. Ze leven op bossige berggebieden tot 2000 meter hoog. Dan kan het winter flink vriezen. We krijgen een dikke wintervacht in de winter. Dan blijven ze dicht bij elkaar zitten en dan houden ze lekker warm. En hier nog een laatste stukje van de berberaap. Een eiland. Hier zitten zelfs ook kleine eendjes in. Griekse landschildpad. Boven erop natuurlijk nog twee ooievaars hier. Die zijn aan het nesten. Nou, hier heb je dan het complete laatste stukje, het spuitterrein voor de kinderen. Laatste, de chimpansees hier. Er zit er ook een binnen daar. Met het gros zit er echt bijten. Ja, en hij heeft zelfs een jong op zijn rug. Hij gaat er ook onderin.
Die zitten met z'n drieën binnen. Ja, z'n vier eigenlijk. Drie volwassenen en een kleine. Nou, dan nog maar een klein stukje kijken hier bij de olifanten. Ze staan wat kort voorbij nu. En vooral voor die kleine is het al leuk om te zien. Ik weet nog wat die kleine er gaan doen. Zo, hierbij natuurlijk de olifant sluiten we deze video af. Het dierenpark hier is ontzettend goed verzorgd, ook in deze tijd. De looproutes zijn op sommige plekken erg smal, dus beter kun je niet 's ochtends vroeg aankomen, maar iets later nu in deze tijd. Ik zou niet adviseren tussen 10:30 en 11 te komen, maar een iets later tijdstip. Dan is het wat rustiger met rondlopen, want dan zijn de meeste mensen met kinderen die zijn al weg. En natuurlijk is het, er zitten die mensen natuurlijk met die kinderen in de speeltuin. Dan kun je zelf op je gemak rustig rondlopen tussen de dieren, langs de dieren. Het is gewoon werkelijk fantastisch dan om te doen. Want de paden zijn op sommige plekken erg smal. Ik moet zeggen, voor de rest, de dierentuin prachtig mooi gemaakt. En natuurlijk, vergeet niet te liken en je comment te plaatsen. En natuurlijk te abonneren voor de volgende video.